als ik naar mezelf kijk, dan ben ik vanuit vroeger al heel erg geïnspireerd door de sterren, door het heelal. De BD-landbouw. Het heeft voor mij gewoon een invulling gegeven aan van, goh, hoe kunnen we zo goed mogelijk voor onze grond zorgen, voor de dieren zorgen, maar ook voor de gewassen. Vanaf de eerste grondbewerking tot het laatste oogstmoment ook te zien hoe mensen zich ontwikkelen binnen het bedrijf. Dat je uit de ratio gaat en nog meer de natuur zijn gang laat gaan. Het stukje groeien wat er gebeurt in de natuur, om dat te ervaren en dat te verbinden. We waren al 15 jaar bio, denk ik. Op een gegeven moment merkten we dat biologisch niet meer genoeg voor ons was. Het niet spuiten en geen kunstmest meer gebruiken, dat kenden we. We werden eigenlijk nieuwsgierig naar meer. In de biologisch dynamische landbouw zien we de bodem als onze basis. Als je een bodem hebt die goed gezond is, waar een goed bodemleven in zit, dan kunnen de planten daar ook goed op groeien. Dat bevordert jouw gezondheid weer. Hier zie je smalle weegbree. En dit is klaver. Het is bijna 2 jaar dat het zo blijft. En dat zorgt ervoor dat je op die manier gewoon de bodem ook aan het voeden bent. Je kunt het ook vergelijken net als met een mens. Als jij alleen maar moet presteren, dat lukt op een gegeven moment ook niet. Dus zie het maar als een soort sabbatical wat je de bodem geeft. Je moet hem rust geven. Voeden met groenbemesters. En dan kan hij ook weer wat teruggeven. Als men langer wil leven, dat het ook wel heel belangrijk is dat je goede voeding hebt. Wij redeneren van als die grond in goede staat is, dan groeit het gewas over het algemeen ook goed. En natuurlijk, we hebben ook wel eens wat ziektes en plagen, maar je ziet toch heel vaak dat de natuur het zelf ook weer herstelt. Nou, lekker bezig, jongens. Mijn ouders zijn er eigenlijk mee begonnen hier, om door te schuiven naar de meter. Maar ik was eigenlijk een beetje tegen, om heel eerlijk te zijn, maar ik wist niet waar tegen ik was. Je leert het begrijpen dat er meer is tussen hemel en aarde. Bijvoorbeeld eb en vloed. Daar heeft de maand invloed op. Het geeft wel een stukje verbinding of zo, ook met het bedrijf, maar ook met de grond en nou, ook met de mensen. De cyclus, zeg maar. Ik zie het ook als een stapje extra wat we weer kunnen doen. We hebben een kleine kringloop hebben op het bedrijf. Als we aardappels uitsorteren of worteltjes, die krijgen de schapen weer te eten. En die mest die gebruiken we weer voor op ons land. Kees van de keespot. Oh, ja, jij ook. Eigenlijk heb ik mogen onderzoeken wat ik leuk vind om hier te doen. En op het moment komt er een beetje op neer dat ik veel van de dagelijkse verzorging van de schapen doe. Er komen soms van die grote klonten in die vracht. En dit zijn echte rammetjes, dus die komen gelijk op je afgerend en super aanhankelijk. Iedereen heeft zijn eigen krachten en iedereen is ergens anders goed in. En ik denk dat we op het moment wel de juiste persoon op de juiste plek hebben staan, waardoor iedereen in zijn kracht staat. Wat we belangrijk vinden is dat veel mensen die hier komen niet zo dwingend meer aan het sturen zijn. Dat stukje. Dus ons bedrijf, zeg maar, min of meer in de etalage leggen van jongens, kom kijken en wat we hier allemaal doen en dat ook inzichtelijk maken. Dat mensen daar met een blij gevoel weer weggaan. Je wordt er meer mens van.
wordt beschouwender.